ja, wij noemen het op kantoor, noemen het altijd ruggetjes aaien. Ja. Als iemand even een knuffel nodig heeft, dat missen we dan nu. Tony, van harte welkom. Ja, dankjewel. Hier bij mezelf thuis. Het leuke is, Tony, toen ik meteen al even off-topic dit, maar ik doe natuurlijk veel webinars nu. En ik weet wel, een paar jaar geleden deed die ook al. En als je dan zakenmensen moest brieven van ja, jij gaat meedoen als panellid. En dan was het altijd een soort van paniek van, oh, hoe moet dat nu? En nu is het echt werkelijk de ene directeur naar de andere. Heb je enige ervaring met online en webinars en zo? Hey, ik doe niet anders. Ik zit de hele dag achter mijn webcam en achter de computer. Ja, je komt bij de mensen thuis ook zo. Ongelooflijk hoe die wereld aan het veranderen is. Hoe speelt dat bij jullie? Bij de IMU Holding inmiddels? Of het IMU Imperium? Het IMU Imperium. Nou ja, kijk, de kern van mijn bedrijven is allemaal online marketing cursussen. Dus ja, die geven we al jarenlang online. We geven al sinds 2008 of zo geef ik al webinars. Dus dat is voor ons ook niet nieuw. Aan die kant van de business verandert eigenlijk niks, want wij verkopen al onze producten online en we geven eigenlijk bijna al onze trainingen online op een enkel incident seminartje na wat we dan nu moesten opschuiven. Ja. We merken aan onze producten dat er echt een stormloop ontstaan is van mensen die nu online willen gaan ondernemen. Dus er is ineens veel meer vraag naar onze software en we hebben een boek gelanceerd, toevallig precies nu, wat ook echt keihard gaat. Dus voor ons is dat eigenlijk een beetje een zegen. En we merken het aan het team, merken we eigenlijk ook niet echt verschil. Nee, met name de software, want ik gebruik het zelf ook, hè, die Huddle software. Dat is natuurlijk gaat dat nu hard, het aantal aanvragen van mensen die dan een online cursus of een online platform of online dingen willen gaan aanbieden? Ja, zeker. We hadden zeker in de eerste week van de lockdown merkten we gewoon dat we ongeveer 5 keer zoveel huddles al verkochten als een normale week. En dat heeft meteen 3 weken aangehouden. Nu vlakt het ietsje af. Dus ofwel iedereen heeft het nu, of mensen hebben zoiets van nou, hè, we gaan weer terug naar het gewone leven. Want dat zie je toch ook wel. Ik zit natuurlijk midden in een wereld van ondernemers. Ja. En in eerste instantie waren bijna alle ondernemers in paniek van nou, hè, we zitten nu 1 dag thuis. Dus we moeten nu meteen een online programma gaan creëren. We moeten iets gaan doen om een ander plan dan wat we hadden, zeg maar. En ik heb zoiets van, ja, blijf nou gewoon vooral doen wat je van plan was om te gaan doen. Ja. Tenzij dat echt niet meer kan en pas het dan aan. En die rust komt nu een beetje terug. Ja, klopt. Na de eerste schrik gaat men gewoon weer door. Hoe doe jij dat organisatie-wise? Want met hoeveel mensen zijn jullie nu? Hoeveel clubmensen? Nou, dat is best interessant. We zijn nog nooit zo hard gegroeid als de afgelopen periode in de lockdown. Dus we waren met z'n 17e. En bij ons mag in principe iedereen remote werken, thuiswerken wanneer ze willen. Hè? Dus wij hebben geen vaste uren, geen vaste dagen, geen vakantiedagen, dat soort dingen. En de meeste mensen waren toch altijd wel op kantoor. En ja, nu zijn ze dan thuis, maar onze hele infrastructuur is er al op ingericht dat alle communicatie ging altijd al online. Ja, dus wij gebruiken bijvoorbeeld Asana als to-do-list tool en we hebben dan een systeem Discord, wat een soort van zakelijke WhatsApp is, hè, waar iedereen in contact heeft. Ja. Dus daar is niks veranderd. We hebben wel gemerkt dat het voor het team wat moeilijker is, nu ze echt zo lang op zichzelf zitten, dat ze elkaar wel echt beginnen te missen. En ik merk dat ik zelf en wat andere mensen ook wat grimmiger worden, hè, omdat ze echt in hun eigen isolement zitten. En dan pak je toch wat meer de social media op en de frustraties. Ja. En dan mis je een beetje die blijheid die je samen hebt. Dus dat vind ik eigenlijk het enige nadeel. Ja, het fysieke ook, hè, vind ik. Ik weet niet of jij er last van hebt, maar ik merk dat zeker na mijn naasten, zeg maar, dat je al wekenlang, in mijn geval dan met 3 kinderen of zo, op 1 meter afstand houdt. Dat is zoiets enorm onnatuurlijks, vind ik dat. Ja, klopt. Dat is toch elkaar de hand schudden. Dat is iets wat je toch mist, wat heel raar is, dat je daar dan niet zonder kan. En wij noemen het op kantoor, noemen het altijd ruggetjes aaien. Ja. Als iemand even een knuffel nodig heeft, dat missen we dan nu. Hey, dat boek waar jij het over hebt, waar gaat dat over? Over online marketing. Dat is de online marketing tornado geworden. En dat boek, dat heb ik in het begin van het jaar samen met Martijn, hebben we dat in 6 weken geschreven. Dat was onze challenge. Jouw partner? Jouw partner, Martijn. Ja, mijn compagnon. En dat is dan vorige week op mijn verjaardag iets eerder is het uitgekomen. Ik ben in de war met de andere challenge. Maar
Ja, daar zijn er nu 10.000 van verkocht in de eerste week. En dat is toch wel, dat is heel bijzonder, hadden we niet verwacht. Maar heel ondernemend Nederland heeft het erover. Hoe belangrijk is een actieve community? Dus geen open vraag dit. Laat ik het anders stellen. Hoe hebben jullie dat gedaan? Jullie hebben een hele actieve community van mensen om je heen hangen. Hè? Van ondernemers van klein tot groot. Hoe heb je dat? Wat is het geheim daarvan om dat op te bouwen? Nou, zo kort. Kijk of ik het heel kort voor je samen kan vatten. Want ik heb er al een training over gegeven over hoe we dit precies hebben gedaan. En die training die duurde een uur. Dat zal ik je nu besparen. Maar het is een combinatie van. Het is sowieso interessant dat van die 10.000 verkopen, is maar 51% wat wij zelf hebben verkocht. Dus bijna de helft is verkocht door affiliates in dit geval. En dat zijn dus andere ondernemers, andere influencers die mee hebben gedaan. Dus wij hebben zelf natuurlijk opgebouwd na het moment van er komt een boek aan in onze eigen achterban. Hè, dus onze eigen mailinglijst en social media van dat boek komt eraan, dat moet je hebben. Dat heeft goed gewerkt. Maar we hebben ook 80 boeken verzonden vooraf al in gouden enveloppen met een sticker Top Secret erop. Naar veel mensen waarvan wij dachten van jullie hebben een groot bereik. Hè? Dus de grote influencers. Ja. En die kregen allemaal een gouden envelop met het boek en een persoonlijke brief. Met de uitnodiging van wil je mee promoten als het live gaat. En daar krijgen ze natuurlijk een commissie op. En ze krijgen daarnaast ook commissie op alle vervolgaankopen die iemand bij ons doet nadat ze het boek hebben gekocht. En daarom is het zo groot geworden. Want is het niet het eerste boek over online marketing, volgens mij? Nee, klopt. Wat maakt het zo'n, wat voegt het nog toe? Nou ja, wij zeggen dat dit is het boek wat alle andere boeken overbodig maakt. En dat is lekker arrogant, hè? Maar je moet een beetje marketing doen voor je eigen boek. Maar het is begonnen als, we wilden eigenlijk een hele simpele startersgids schrijven. Zodat we dat gratis weg konden geven voor alleen druk- en verzendkosten. En dan hadden we eigenlijk een perfecte lead magnet. Hè? Want wij geven altijd gratis e-books weg. Ja. En dan in ruil voor namelijk een e-mailadres. Maar om een beetje op te vallen dachten we, we maken zo'n e-book fysiek. En dan laten we mensen toch een kleine financiële transactie doen voor die drukkosten. En dan hebben we dus een betalende klant. En dan is het makkelijker voor ons om dan daarna onze software te gaan aanbieden. Alleen tijdens het schrijven, ja, Martijn en ik kunnen ons zeg maar niet inhouden. We kunnen geen half werk leveren. Dus we hebben het dus volledig uit de hand gelopen. Dus het boek was in eerste instantie ook te dik geworden om überhaupt door de brievenbus te passen. En dus viel die hele rekensom van alleen die druk- en verzendkosten viel dan in het water. En dat is uiteindelijk toch gelukt met een dunnere papiersoort. Maar nu staat er gewoon alles in wat wij, wat we weten. Ja, ja. Wat we de afgelopen 10 jaar hebben geleerd. Dus het is een soort van oeuvreboek geworden. De Bijbel van Tony Martijn. Dat is de ultieme Bijbel, ja. Nog twee dingen wil ik met jou even over hebben. Het ene is, ik heb jou een tijdje geleden geïnterviewd. Want ik zat net heel even te kijken online. Dat is geweest... Dat is niet eens zo lang geleden, augustus was dat. Valt mee. En net na de zomer. En toen, toen heb ik met jou een aantal ondernemerslessen doorgelopen. Ik wil er eens een paar uitpakken in het licht van vandaag, zeg maar. Ja. Marketing is herkenning. Ik denk dat die heb je net wel mooi, zeg maar, concreet zelf toegelicht. Maar de tweede is ondernemen is investeren. Mm-hmm. En dan zeg je investeren in de lange termijn. Ruimte maken voor de continuïteit van je bedrijf. Die bedrijven die dat nu nog niet gedaan hebben, zijn die dan nu te laat? Nee, helemaal niet. Kijk, weet je, de crisis, even afgezien van het menselijke aspect, hè, van als je daadwerkelijk ziek wordt of dat er mensen in jouw omgeving ziek worden. Het is natuurlijk, in zekere zin is dit heel schadelijk voor de economie, omdat heel veel ondernemers nu in de problemen komen door die lockdown. En wat ik zie is dat heel veel ondernemers zeggen, ja, van we komen in de problemen enerzijds, en anderzijds, er liggen nu heel veel kansen. Maar die kansen die liggen er niet ineens nu. Die lagen er vorig jaar ook al. En 5 jaar geleden ook al. En het is niet dat je ze nu ineens moet grijpen. Het is meer dat je gewoon nu te laat bent als je ze nog niet gegrepen had. En wat dat betreft helpt de wereld je nu een beetje om jou met de neus op de feiten te drukken. Waar de haarscheuren zaten in jouw businessconcept. Dus als jij nu door de lockdown ineens in de problemen bent gekomen. Omdat je geen online producten hebt. Omdat je niet online kan verkopen. Omdat je personeel niet remote kan werken, hè, omdat je daar niet op ingericht bent, dan krijg je eigenlijk een soort van versnelling van dat het oude plaats moet maken voor het nieuwe. Ja. En dan ben je niet te laat als je dat nu nog moet gaan doen. Je moet alleen nu niet met hagel gaan schieten en denken van nou, ik was helemaal niet van plan om een online product te maken, maar dan doe ik dat maar even nu voor de komende 2 maanden. En dan ga ik daarna weer doen wat ik altijd al deed. Ja. Je moet gewoon nu nadenken over
hoe kan ik nu zo investeren in mijn bedrijf dat het bij de volgende crisis, dat ik geen last meer ga hebben van dit soort uitdagingen. Ja, en het voorbeeld wat ik de laatste paar dagen wat vaker hoorde in deze context was dan dat mensen zeggen, ja, leuk, maar ik ben kapper. Ja. Weet je, dat is dan echt het symbolische voorbeeld van een ondernemers. Wat is jouw advies aan een gemiddelde kapper? Ja, dat is wel een goede vraag, ja. Want ik zit zelf, heb zelf ook al 2 keer met een tondeus in mijn hand gestaan om te denken van, ik ga het zelf even oplossen. Maar ja, kijk, er zijn altijd businesses waar je niet al dat soort problemen kan overkomen. Je moet nou eenmaal met mensen fysiek in contact zijn als je iemands haar wil knippen. Ja. Maar ook daar, ook voor een kapper zijn er wel extra verdienmodellen te creëren. Want er zullen een heleboel mensen, nou, net als ik, voor de spiegel staan in de twijfel met een tondeuze van, het is alles of niks. Hè? Ik kan het niet bijknippen. Ja. En voor mij zou het misschien juist wel een goede kans zijn om een keer een nieuwe look te omarmen. Ja. Maar ik zou daar misschien wel bij gebaat zijn om toch misschien iets te gaan leren, hè, over hoe ik dat zelf zou kunnen doen. En dat is misschien heel ver gezocht, maar het zou helemaal niet raar zijn dat een kapper ook een online product heeft. Ja. Op het gebied van haar verzorging of haar knippen, waarbij mensen het zelf zouden kunnen leren. Ja, en waarbij ook een stuk loyaliteit ontstaat, dat als het weer open gaat allemaal, dat je daarmee zoveel karmapunten hebt gescoord, dat ze allemaal bij jou langskomen om te worden geknipt. Ja, en dat zie je nu ook bijvoorbeeld bij heel veel retailers die voorheen alleen een fysieke winkel hadden. Die nu heel snel een webshop hebben geopend, omdat ze anders niks kunnen verkopen. En dan hun vaste klanten eigenlijk aan het benaderen zijn van, hey, ten eerste, je kan nu je favoriete spullen ook nu bij ons online kopen. Waar heel veel consumenten heel blij mee zijn en dat waarschijnlijk na de crisis ook nog blijven doen. Je ziet dat heel veel restaurants nu ook ineens bezorgen, terwijl ze dat daarvoor niet deden. En als kleine ondernemer kan je heel goed aan je klanten vragen van, hey, wij hebben het op dit moment moeilijk, dus mocht je nou bijvoorbeeld kleren willen kopen, doe dat dan even niet bij de grote Zalando's van deze wereld, maar koop het dan even bij ons in dit geval, want dan help je ons om overeind te blijven. En dat vind ik wel mooi, dat dat en al gebeurt en dat het heel goed werkt. Ja, even een andere tips, die was behoorlijk geprojecteerd op jezelf. Als je niet los kunt laten, kun je niet groeien. Mm-hmm. Hoe ver ben je in dat proces zelf? Nou, als ik het niet kon, dan was dit wel een goede test. Want we zijn met z'n 17, of tenminste, we waren met z'n 17, maar we hebben de afgelopen 2 weken 6 nieuwe mensen aangenomen. Terwijl we dus gesloten zijn. Ja. En dat is voor ons uitzonderlijk, want we hebben nog nooit zoveel mensen in zo'n korte termijn aangenomen. Dus dat is ook een beetje dat investeren in de toekomst. Want bijna alle bedrijven zeggen nu van sollicitatiegesprekken gaan niet door. We doen even de hand op de knip, alles gaat dicht. Alle groeiplannen worden even op hold gezet. Dus wij merken ineens dat de markt voor echt talent, dat die ineens open is gesprongen en dat we veel betere sollicitaties kregen dan voorheen. Want wij zijn wel open voor sollicitaties, dus wij plukken alle talent nu van de markt. Ja. Ook al hebben we dan nu ineens overcapaciteit. Maar goed, dat is niet wat je vroeg. Met loslaten, omdat iedereen zo op afstand zit en we dus ook zo aan het bouwen zijn, terwijl we die mensen eigenlijk niet meteen kunnen omarmen. Dat moet je wel echt loslaten, hè? Want je hebt niet de mogelijkheid nu om bij 17 mensen naast het bureau te gaan staan, te zien van, wat zijn jullie wel echt aan het werk allemaal vandaag? Ja, raar ook wel. Dat je nieuwe collega's krijgt die je eigenlijk fysiek nog niet eens ziet. Nou, dus straks als het kantoor weer open gaat, dan zijn er dus een groot percentage, dus zo 20% van het team, zijn dus gewoon nieuwe mensen. Ja. En als er nou ook nog eens de helft af zou haken, dat bijvoorbeeld, ik noem maar iets, dan komen we straks op kantoor met gewoon een compleet nieuw bedrijf. Ja, ja. Hey, tot slot wil ik nog 1 ding met jou behandelen. Ik heb gisteren zat ik in de auto. Toen heb ik zo 3 afleveringen zitten luisteren van de Psychologie van Succes podcast. Oké. Okay. Dat kwam eigenlijk ook heel erg dat mijn vrouw is er fan van. En nu dus ik ook een beetje. En die niet kennen, wat is dat? Is dat een hobby? Is dat gewoon leuk? Is dat een vriendschap? Hoe moet ik dat zien? Leg het uit. Nou, het eerlijke verhaal is hoe het is ontstaan. Is dat Albert en ik kennen elkaar al heel veel jaren. En zijn goede vrienden geworden. Albert was ooit mijn coach. Albert Zonneveld, met wie ik die podcast maak, psycholoog. Die heb ik ooit, in 2013 heb ik hem gevraagd mij te gaan coachen, hè, op psychologisch vlak. Daarna ben ik hem dan weer een beetje gaan coachen op marketingvlak. En zo zijn we weer vrienden geworden. En Albert vond eigenlijk dat we elkaar te weinig zagen. En dat als we elkaar dan zagen dat we te weinig quality time hadden om gewoon echt lekker te ouwehoeren.
Dus de podcast was voor ons eigenlijk een oplossing om zeker te weten dat we elkaar eens in de zoveel weken zouden zien. En dat we dan een paar uur de tijd hadden om gewoon lekker over dit soort onderwerpen te praten. En dan dachten we, ja, dan moeten andere mensen maar meeluisteren. Ja, ja. Daar is het eigenlijk uit ontstaan. En er zit verder geen commercieel belang bij. Nee. En dat maakt het eigenlijk ook zo leuk, omdat we heel vrijuit kunnen praten. En we hoeven niks ermee te bewijzen. Dus het is gewoon zoals wij het gesprek willen voeren. Mm-hmm. En daar wordt eigenlijk heel goed op gereageerd. Ja, ik zou je vertellen, maar dat is een beetje dan een zeg maar, in een interview tip, maar dit zijn toch andere interviews dan anders. Maar wat ik er vanuit mijn vak zo mooi aan vind, en dat zie je zelden, en die wil ik je even meegeven, is dat het is geen interview, het is echt een gesprek. En op een of andere manier vullen, dat heet dan vriendschap, denk ik, maar echt lang. En dan reageer jij wat. En dan, soms dan zit jij in die sprekersmodus. En dan zit hij weer in die sprekersmodus. En dan vraagt hij wat aan jou. En dan vraag jij wat. Dat gaat zo natuurlijk stroomt dat in elkaar over. En dat vond ik wel het meest wonderbaarlijke aan die podcast. Los van dat het ook eens een hele interessante inhoud is. Maar de manier waarop jullie dat met z'n tweeën doen. Is best wel heel uniek. Vind ik. Vanuit mijn vak. Hebben we niet zo vaak gezien. Ja, wat leuk om te horen. Maar dat is het ook. Er wordt natuurlijk niks voorbereid. Hè? Dus wij krijgen wel vragen ingezonden, maar die bespreken we van tevoren niet. Dus wij nemen 3 of 4 afleveringen achter elkaar op, eens in zoveel weken. En dan kiezen we een vraag uit en dan beginnen we ook meteen. Dus er wordt niet zo overlegd. En dat maakt het zo leuk. Ik heb geen idee wat hij gaat zeggen. Hij weet niet wat ik ga zeggen. Ja. En de enige kritiek die we tot nu toe van experts hebben gehad, is dat we te veel met elkaar eens zijn. Dat nog wel wat... Ja, vind ik zo. Ik bedoel, en ja, dan ga je talkshows op televisie nadoen. Dat je dan zeg maar zwart aan de ene kant zet en wit aan de andere kant. En op het einde dan vindt zwart nog steeds zwart en wit nog steeds wit. Ja, maar misschien is dit ook doordat nu de podcast eigenlijk nog meer opkomen door de coronacrisis. Misschien dan andere dingen. Ik noem maar iets dat ook weer een versnelling is. Hè, dat nieuwe media of oude media plaatsmaakt voor het nieuwe. Ja, precies. Nou, ik zou als je het eens bent, ben je het gewoon eens. En dan maakt het gesprek absoluut niet minder boeiend. En jullie humor is wel eentje ter discussie, hè, toch? Soms? Dat die... Nou, gaat redelijk goed, hoor. we worden er zelf nog niet heel moe van. Maar ik kreeg wel de eerste kritiek vandaag op de reviews van iemand die zei... interessante podcast, maar ik word zo moe van meneer Tony. Ik denk, nou, heeft hij me in ieder geval nog meneer genoemd. verder gaat het prima. Nou, ik denk dat we een aantal mensen behoorlijk nieuwsgierig hebben gemaakt. Psychologie van Succes heet het toch? Ja. Psychologie van Succes. Nou, naast de 7DTV-podcast, 2 leuke podcasts om te volgen. Tot slot, wat zou je mensen... Dat klinkt wel heel priesterachtig dit hoor. Maar als je nou nog 1 ding tegen ondernemer in Nederland zou willen zeggen. Of tegen de overheid, of tegen de wereld, of tegen wie dan ook. Wat houdt jou de laatste dagen het meeste bezig, zeg maar? Dat is een goede vraag. Ik merk wel dat het me in eerste instantie meer bezig heeft gehouden dan nu. Ik ben nu bijvoorbeeld, ik zal het niet helemaal uitleggen, maar ik ben een challenge gestart om de komende 6 weken naast een fitnessuitdaging ook 30 boeken te gaan lezen in 6 weken. Daar ben ik eergisteren mee begonnen. En ik merk dat, ik kan dat bijvoorbeeld alleen maar doen als ik dan ook zeg van nou, hè, ik gooi de televisie eruit en ik gooi even alle nieuws kijken eruit en social media eruit, want ik moet die uren moet ik winnen voor het boeken lezen. En ik weet nog niet precies hoe het gaat uitpakken, maar mijn gevoel is dat als je een paar weken niet de hele tijd dat coronanieuws zit te volgen, dat je leven in quarantaine wel een stuk leuker gaat maken. Hè? Dus dat je niet altijd zo gefocust bent op alle negatieve berichtgeving die er komt en dat je gewoon weer gaat focussen op wat je te doen hebt en wat er kan in deze periode. En hoe vaak krijg je nou de kans om 30 boeken in 6 weken te lezen, omdat je toch heel veel thuis zit. Dus dat zou mijn advies zijn. Hè? Gewoon lekker ondernemen, lekker blijven doen wat je van plan was en de kansen grijpen om dingen te doen die er anders nooit van gekomen zouden zijn. Couldn't agree more, Tony. Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan.